Deze vind ik vet. Ja, maar ja, wie moet er nou uit? Nu weet ik het echt niet meer, want ik vind dit echt een leuk teampie zo. Nou, dan gaan we Dejan toch weer wegdoen. Yo, Nintendo-fan. Of moet ik zeggen Nexomon-fan, want dat is eigenlijk wel zo, toch? Als je deze aflevering nog steeds kijkt. Vandaag moeten we tegen een epische tegenstander. Dus moeten we eerst even trainen. En Flotter gaat een leveltje omhoog. En dit verwachtte ik al, dat hij ging evalueren. Doe even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je iedere dag vette Nintendo-video's wil zien. En dan gaan we kijken naar de evolutie van Flotter. En dat is Drutter. En inderdaad, ja, het is een winddraak. Super vet. En terwijl ik aan het trainen ben, kom ik deze hele zieke Nexomon tegen. Het is Kifa. Ik ben nu aan het battelen tegen een trainer, dus ik kan hem niet vangen. Deze is echt insane. Deze ziet er echt vet uit. Een soort van grasgodin, god of zo. Wat? Ja, het was niet echt een godin. Het was weer meer een mannelijke versie. Dus een grasgod. Zo zag hij eruit. Oh, ik moet wel even opletten trouwens. Zullen we eens even kijken wat Drutter kan? Die kent in ieder geval Palm Fury. Dus even kijken hoeveel pijn dat doet. 21. En dit is Wind Damage. Die doet 18 damage. Lekker hoor, Drutter. Holy moly. Wat een zieke center hoor. Nee joh. Deze is echt insane. Ik weet niet man. Die ontwerpen van Nexomon. Degene die dit verzonnen heeft. Ze zien er zo cool uit man. Ze zouden echt zo in een Pokémon game kunnen. Ja, deze dan misschien niet. Die is misschien iets te menselijk. Maar jemig. Heel vet. Oh, ik ben nu trouwens even terug in de stad. En met de nieuwe kracht vind ik een kissie en een greed wallet. Lekker. Wow, wat kom ik nu tegen? What? Tail? Oké. Deze is ook mega rare. Hier zijn echt super zieke Nexomon, jongen. Ik weet niet of dit goed is. Of deze goed is. Maar ze zien er zo vet uit. Wat moet ik hier nou allemaal mee? Ik weet echt niet meer hoe mijn team er nou uit moet zien, jongens. Jullie moeten me echt gaan helpen. Dit is ook weer een mega rare Nexomon. Is het ook een draak? Ik weet het echt niet meer, man. Ah! En dan is het nu tijd voor de battle. Tegen Lydia en tegen Eurus. Let's go! Eurus ligt nog lekker te slapen. Ja, en Eurus is eentje van het windtype. Dus daar hebben we vuur tegen nodig. En ik ben benieuwd wat voor Nexomon ze nog meer heeft. Kijk, dit is wel weer een mooi plaatje, hoor. Dit ziet er wel weer gaaf uit. Dit is Eurus, de onschendbare tyrant van de wind. Geboren uit Ventra's Legacy. Ja, hij is zo machtig. Hij is onverslagen en genadeloos. Dit is het boegbeeld van de drakeneilanden. Maar je begint met een Drutter. En die hebben wij dus ondertussen ook. En ik denk dat ik die wel aardig makkelijk kan verslaan. Ik ben nog niet echt kapot van deze Nexomon. Ik weet niet, ik denk dat ik hem toch ga vervangen. Hij is eigenlijk volgens mij helemaal niet zo goed. Ik ben alleen wel stunt. Daar baal ik wel een beetje van. Dat is wel irritant. Hij gaat toch wel lekker. Ik had niet verwacht dat jij zo lekker zou gaan. Ik zit hem helemaal af te maken en ondertussen maakt hij mij kapot. Deze, Oregon, die gaan wij ook krijgen. Want dat is de evolutie van Orgot. Ik ben benieuwd of die een beetje goed is. Ik heb een level 30 Vinok. Die is 4 levels hoger. Dit zou hopelijk goed moeten gaan. Dus even kijken. 38 damage. Ja, 37 damage. Nog één klappie. En dan moet ook Oregon kapot zijn. Ja, lekker. Oké, het trainen heeft zijn vruchten afgeworpen. Nu Voltaik. Die ga ik laten battelen tegen Marasuma, denk ik. Die mag keihard aan de Bullet Seed gaan. Hopelijk werkt het een beetje. Ja, dit werkt wel een beetje. Oh, maar we missen alleen. Dat is heel jammer. En dan nu Eurus. En dan ga ik toch weer even terugschakelen naar Bombergrove. En die moet ik alleen wel even gaan healen, zo te zien. Let's go, Bombergrove. Kom op, Fireclaw. Maak hem kapot. Lekker. Oh, oké. Oh, hij kan healen. Oh, dat is niet chill. Dat is helemaal niet chill zelfs. Oké, Blizzour. Ja, die ziet er ook wel een partijtje badass uit, moet ik eerlijk zeggen. Oké. Die zag ik niet aankomen. Ik ga voor Palm Fury, let's go. Ja, Drifter, die heeft alleen wel een skill. Dat is wel nice. De damage die ik nu pak, die absorbeer ik. En die breng ik voor 50% toe aan Voltaik. Dus, oh, dat gaat dus nu bij de volgende beurt gebeuren. Dus nu nog niet. Dan kan ik nu een Palm Fury doen. Oh ja, dat werkt ook lekker. Ja, top. Oké, Orgot, ga jij maar even tegen Voltaik dan? Ja, dan ga je ook weer gelijk wisselen. Weet je, Super Revive van Marasuma, let's go. Ik vind dit heel lame. Waarom moet je ook wisselen, man? Orgot heeft wel een move dat hij de volgende twee beurten niet dood kan gaan. Dat is wel lekker. Dus ik ga nog een keer Absolute Barrier gebruiken. Nu kan ik twee keer niet doodgaan door Blizzour als het goed is. Dus ik blijf over met 1 HP. Dan kan ik nu Drill gaan doen en als het goed is ga ik dus nu niet kapot. Oh ja, hij mist ook sowieso. Ik ga nog een keer die barrier doen. Kijken of het nog twee keer werkt. Kijk, dit werkt. Dat is op zich wel een hele sicke move, hoor.
Kijk, zie je, hij kan me niet kapot maken. Kan hem nog één keer gaan doen? Ja, dit is wel een lekker movie, hoor. Hoppakee, hij kan me niet slopen. Alleen nu ga ik denk ik wel kapot. Ja. Oh nee, nu ga ik nog steeds niet kapot. Maar ik ben tired. Dit is wel een cheaterige manier eigenlijk om te winnen. Het is wel interessant. Dit is heel interessant. Kijk, want nu kan ik dus weer die barrier doen. Nee, ik ben te laat. Oké, helaas. Marasuma, kom op. Pak die Blitzhauer. Pak hem. Hij gaat nu waarschijnlijk weer wisselen, denk ik. Oh, hij gaat nog niet wisselen. Dat is lekker. Dan hebben we deze ook kapot. En dan nu dus alleen nog Eudes. Alleen, Eudes is wel super effectief op mijn Marasuma. Oh, hij heeft er nog één. Hij heeft natuurlijk ook nog een Voltaic. Oké, maar die kunnen we ook hebben, denk ik. Lekker Marasuma. Kom op, kom op, kom op. Jij moet deze pakken. Jij moet deze pakken. Ah, ja, nice. Ja, en Eudes die kan zichzelf dus healen. En dat is heel naar. Let's go, Grifkar. Ik wil hem eigenlijk nu gewoon confusen. Ja, dat lukt dus niet. Dat is jammer. Het is ook maar 40% kans dat het wel lukt. Het is nu twee keer achter elkaar niet gelukt. Dan zou het nu technisch gezien de derde keer wel moeten lukken. Of kan ik een Tyrant gewoon niet confusen? Ik denk een beetje dat ik een Tyrant niet kan confusen. Dus ik heb nu echt wat beurten weggegooid. Het is echt zo zonde. Ik denk niet dat ik dit ga redden, jongens. Hopelijk gaat het lukken, maar oef. Het wordt een lastig verhaal, denk ik. Ik mis ook nog. Dan moet Bombergroff het gaan doen. En dit is ook wel de beste Nexomon tegen Eudes, want hij kan mij niet echt heel hard raken, terwijl ik hem wel heel hard raak. Dus dat is wel lekker. Ik heb wel stamina nodig. Nou is het te hopen dat hij niet te hard gaat healen. Hij is echt keihard aan het slaan nu. Ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Please, niet healen. Ik moet je nog twee keer raken, vriend, denk ik. Of als dit een critical is, dan heb ik je... Nee, nog twee HP over. Ja, we hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. Ja, lekker hoor. Ja, alleen Bombergroff heeft het maar overleefd. Dus die krijgt alle XP. Woo. Zo, Lydia. Mogen we erdoor? Ze zegt, die zilveren badge van jou, die slaat nergens op. Jij bent wel sterker dan een zilveren badge. Jij bent de bondgenoot waar ik al heel lang op wacht. Kom mee, vriend. Ik zal je de geheimen van de guild laten zien. En misschien vinden we ook wel de reden waarom wij drakengek aan het worden zijn. Ja, helemaal top. Maar eerst gaan we even healen. Heel mijn teampie is kapot, man. Dit was een zware battle tegen Lydia, jongens. Ik mag wel echt blij zijn dat die Eudes zichzelf niet hield, hoor. Oké, wat is dit? Oh, dit ziet er echt uit als de power plant in Pokémon, jongen. Leo zegt, deze plek, het is helemaal kapot. Het is 15 jaar geleden, zegt Lydia. De guild probeerde uit alle macht de tyrants en hun stomme oorlog te overwinnen. En we waren bijna uitgestorven, de mensheid. En Amelie, die heeft haar beste tammers hier naartoe gebracht om een wapen te maken. Oh my god, dit ziet er raar uit. Zijn hier de draken allemaal gemaakt of zo? Ja, hè? Zijn de draken door mensen gemaakt? Oh, ja. Amelie heeft gewoon zelf draken gemaakt. Nee, joh. Amelie heeft draken gemaakt om de tyrants te kunnen verslaan. En Lydia die zegt, ja, we waren bijna uitgestorven. Dit was ons laatste redmiddel. Oké. Oké, Lydia. En Leo die heeft wel een punt. Hij zegt, uit alle dingen die ze hadden kunnen kiezen om monsters te verslaan, gaan ze meer monsters maken. Ja, logisch. Oké, laten we Lydia maar gewoon volgen. Oké, er zijn ook wilde Nexomon hier. Xotor. Een hele gekke elektrische Nexomon. Met een hersenpan in zijn... in zijn robotlichaam. Oh, we hebben hem al kapot gemaakt. Oké. En inderdaad, hè. Elektrische Nexomon. Even kistje pakken hier zo. Een workout charm. Daarmee krijg je stamina terug als je battle is afgelopen. Best wel chill. Ik heb er nu twee van. Dit is een vet draakie. Drare heet deze. Die is super cool. Maar jullie weten wat dat betekent. Als ik deze in mijn team zou doen, dan moet Bombergroff weg. Ja, en willen we Bombergroff uit het teampie? Ik vind het wel een tof draakie. Maar ik vraag me wel eens een beetje af of de draken echt beter zijn dan je andere Nexomon. Want ik ben tot nu toe nog niet super onder de indruk van alle draken. Dus ja, tof draakie. Maar ja, ik ga je toch denk ik niet meenemen. Wow, dit is echt helemaal kapot hier, hè. Nou, hier hebben we Xotor weer. Xotor op de motor. Oeh, wauw. Hij doet me best wel veel pijn eigenlijk. Hij doet me best wel heel veel pijn eigenlijk. Wauw, dit vind ik niet chill. Ik had even wat meer potions mee moeten nemen hier naar binnen. Zo lijkt het. Oké, kijk Lydia daar staan. Oh! Eudes is hier ook gemaakt zo te zien. Hey, dit is Chibit. Dit is de niet geëvalueerde versie van Xotor zo te zien. Pak hem! Nice, en dan gaat Dratter naar 25. En dan gaan we eens kijken wat Lydia ons hierover wil vertellen. Want ja, we zien hier Eudes, jongens. Ze hebben de hersenen van alle draken gemanipuleerd, zodat de draken denken dat Eudes de koning van de monsters is. Dus Eudes is eigenlijk Omnicron.
En daarom gaan de draken niet naar Eurus toe. Maar 15 jaar geleden gebeurde er iets geks. Alle draken werden gek en Eurus konden hun ook niet stoppen. En waarschijnlijk is er toen een onwijs sterke tyrant wakker geworden. Wat een verhaal, joh. Lekker bezig, jongens, maar we leren nu wel waar de tyrants vandaan komen, hè? Het wordt allemaal duidelijk waar de tyrants en de draken allemaal vandaan komen. Ik vind het wel vet om daarachter te komen. Deze hebben we trouwens ook al gevangen. Ik heb die niet in mijn team, maar misschien kan ik deze beter in mijn team doen in plaats van een van die drakies. Oké, wat gebeurt hier dan? Wat gebeurt hier, Lydia? Is het hier allemaal fout gegaan? Dit is waar je Mewtwo had opgesloten, zo te zien. Oh, Amelie heeft nog een andere type Nexomon gemaakt. Oh nee, Amelie, jonge chickie, wat doe je nou allemaal? Ze wilde zo graag van de Tyrants winnen. En nu in deze 15 jaar heeft ze de ultieme Nexomon gemaakt, denkt ze. Iedereen was er tegen en toch heeft ze het gedaan. Maar iedereen die er tegen was, die heeft ze nu Renegades gemaakt. En dat zijn dus geen vrienden van de guild meer eigenlijk. En Jin, die is ook zo'n Renegade. Oké, alleen Lydia, die hoort nog een klein beetje bij de guild, oké? En Lydia, die vraagt nu aan ons. Laten we samen Amelie stoppen, want Amelie is helemaal gestoord geworden, joh. Oh, wat gebeurt er? Er is iets aan het ontploffen. We moeten vluchten, jongens. We moeten vluchten. Oké. Nee. Wilde Nexo. Maak die Zotor kapot. Of zullen we hem gewoon even vangen? Laten we hem proberen te vangen. Kom maar, Zotor. Kom maar. Ja, lekker. Oké, we gaan hier naar beneden, jongens. Dan komen we denk ik bij het kistje uit. Bij dit kistje. Ja, precies. En daar zit een Golden Nexo Trap in. Lekker. Oké, dan gaan we nu echt vluchten. Wegwezen hier. Weg uit het laboratorium. Woe. Wie is dit? Chaparral? Oh, badass Nexomon. Nice. Ik vraag me alleen af of je mij ook cool vindt, want je probeert mij te slopen. Ik ga een Fireclaw op je doen. Overleef je dat? Dat overleef jij. Cool. Ga je sowieso vangen, want je bent wel vet. Ik wil alle vette Nexomon vangen. Het begint een obsessie te worden, jongens. Heel nice, deze Chaparral. Awesome. Oké, we gaan rennen. Althans, ik hoop dat we gaan rennen. Let's go. Wegwezen hier uit het laboratorium. Oh man, maar er zitten wel sterke Nexomon hier in het laboratorium. Man, moet je kijken. Mijn Griffcar wordt gewoon bijna kapot gemaakt door deze Zotor. Niet chill. Orgot gaat wel een level omhoog. Misschien moeten we Orgot maar als main instellen nu. Ren. Nog één gang. Wegwezen. Go. Nee. Ik hoef toch niet nu een sikke battle te gaan doen, hè? Al mijn Nexomon zijn kapot. Lydia zegt, ja, de main gate is open. De deur is open. Er moet Amelie zijn. Alleen zij heeft toegang tot die kamer. En Lydia, die gaat er gewoon gelijk naartoe. Als ik Amelie kan vernietigen, dan doe ik dat nu. Het is het beslissende moment voor jou, Rickachu. Je gaat nu vechten of je gaat wegrennen als een lafaard. Ja, nee, ik wil gewoon healen. Ik wil je wel helpen, maar ik wil healen. Ja, oké. Wat gaan we nu doen? Leo, die zegt, ik ga Lydia helpen. Maar jij kan blijven als je wil. Ja, nu staan we voor de beslissing van ons leven. Als we Lydia gaan helpen, dan zijn we geen temmers meer. En als we Lydia niet gaan helpen, dan zijn we blijkbaar lafaards. Nou ja, dat is een vraag voor de volgende aflevering. Worden we lafaards? Of is het gewoon de slimme keuze om ons hier gewoon niet in te mengen? Anyway, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!